Zelfs dit soort dingen niet weten. Ja. En dat vind ik ook altijd opvallend over designers, webdesigners die dan bepaalde lettertypes gaan gebruiken. En dat ziet er inderdaad prachtig uit, alleen mag je die lettertypes niet gebruiken op het web. Huh? Gewoon mag niet. Met welke lettertypes dan? Een heleboel. De meeste lettertypes mag je niet zomaar gebruiken op het web. Oh. En dat is natuurlijk, dat moet je weten als designer, dat is jouw vak. Maar waarom mag je ze dan niet gebruiken? Licentie. Want Arial en Verdana en zo, dat werkt toch overal? Dat werkt wel, dat mag. Maar er zijn ook allemaal andere soorten fonts en er zijn gewoon geen weblicenties voor te krijgen. Dus oh. Je krijgt een licentie voor computers en de font foundries die zijn ongeveer net zo dom of in ieder geval geldbelust als de filmindustrie. En die zeggen dan nee, dat mag niet, dat mag je niet gebruiken. Of je moet bijvoorbeeld 600.000 euro betalen. Dat is wat. Ja, dat zijn dingen als bijvoorbeeld een huisfond van een, van een van onze klanten, bijvoorbeeld. Ja. Die in het logo zit of wat dan. Ja. En dan moet je dan 600.000 euro per jaar een licentiekosten betalen. Oké, dat is makkelijk te doen, toch? Ja. Maar dat is heel raar, vind ik, dat designers dat font dan gewoon gebruiken zonder te gaan kijken wat de implicaties daarvan zijn. Ja, ik vind dat niet ja. getuigen van professionalisme. Van professionaliteit. Nee, inderdaad. Je zou, want impliciet ben je klant aan het belasten met een hele rare betaalconstructie. Ja. Dat heeft ooit in, betaal het maar achteraf. In Amerika was er een nieuws site die had een font gebruikt. En dat was en dat mocht niet, daar hadden ze geen licentie voor. Ja. Die doen $2 miljoen of zo ervoor moeten betalen. Die zijn ze gesuwd. Niet normaal, joh. Ja. Ja, dat is inderdaad dat is een flinke belasting. Ja. Maar dat is ineens een kostenpostje erbij. Maar waarom kost het dan zoveel? Zeggen ze dan zo voor elk gebruik of zo? Of? Nou, wat een oude model, dat is gebaseerd op CPU's. Ja. Dat is een computer. Ja. Dus je krijgt een licentie per een x aantal computers. Daar betaal je voor. Mm-hmm. En wat die font foundries, de slimmerik, hebben gedaan, die zeggen, oh, dat vertalen we naar het web ook zo. Dus elke bezoeker is een CPU. En dan hebben ze het voor het gemak maar vertaald naar aantal page views. Dus holy crap. Dat is het huidige verdienmodel van de font foundries. Dus ja. Zeggen dat je willen dus gewoon weten, als je zegt ik wil graag een licentie voor mijn website, dan willen ze jouw page views weten. Oh, okay. Hoeveel page views je hebt. Okay, maar dat gaat ze niks aan, denk ik dan. Wat heb jij er nou mee te maken? Ja, maar goed, ja, precies. Dat is een letterlijke vertaling. Dat heb je ook met video-opnames trouwens, hoor. Als je een acteur aanneemt, even raampjes dicht, want het is gaan regenen. Als je een acteur aanneemt, dan kan je ook betalen. Nou, is het een intern filmpje, of is het een film voor het internet, of is het voor een campagne, hè, de lengte, de duur. En dat soort dingen, die zijn allemaal belangrijk voor het betalen. Ja. En op televisie is het al helemaal raar, want dan betaal je eerst voor de initiële uitzending en daarna voor herhalingen. Het zijn hele complexe modellen die het ook veel moeilijker maken voor kleinere bedrijven om nieuwe media aan te gaan. Daar hebben wij een heleboel last van. En wat we uiteindelijk doen is gewoon werken met tussen aanhalingstekens amateurs of beginnende acteurs. Die zijn er heel veel vrijer in. Ja. Ja, die oude modellen, die zijn niet zomaar 1, 2, 3 te vertalen naar het internet. En nee. Dat worden ineens echt heel erg. Ja, want wat doe je als je website een enorm succes wordt? Dan word je plotseling, ga je ten onder van je eigen succes. Nou, dat is wel zo. Je hebt bijvoorbeeld H264 encoding voor video. Ja, dat is wat we nu ook gebruiken. Onder andere. Hebben we daar wel een licentie voor? Die is gepatenteerd. En daar moet je licentie voor hebben. Wil je dat niet meer doen? Ik kreeg ze juist een kleine hartkleppenzak in. Moet je eens lezen wat daar allemaal wel en niet mee mag. Dat is niet heel, dat is best wel heftig. En nou is gebruik van H264 voor gebruikers, voor mensen die kijken, is tot dus de komende 5 of de komende 10 jaar in ieder geval nog gratis. Ja. Maar daarna misschien niet meer. Hè? Dus dat is. Huh?
stel dat A264 echt de standaard is, dat er geen concurrentie is, ja, dan is dat... Dan houdt het op. Kunnen ze zeggen op een gegeven moment, nou, we willen nu geld. Oftewel, dan kan ik al mijn filmpjes van de wasstraat kan ik gewoon wegkeilen. Nou ja, want die mag ik daar niet meer aanbieden zonder te betalen. Nee, die moet je in een... Nou, die kan je dan niet meer aanbieden, want er zijn nog geen andere formaten. Maar dus zit, is best wel... daar zit die hele strijd van hoe heet het, Firefox en Google om een nieuw videoformaat zit daarachter. Ja. En het punt is een beetje dat als je klein bent, dus een relatief klein bent, dan hoef je niks te betalen. Maar als je boven de x aantal gebruikers hebt van jouw product, dan is het ineens 6 miljoen. Jezus. Maar dat is heel erg raar, want dan merk je dus, ja, hoe doen start-ups dan? We hebben een heleboel Amerikaanse start-ups, die beginnen klein, maar die zijn afhankelijk van de hype die ze creëren. Ja. Maar die hype kunnen ze daar niet betalen. Nee, dat is best wel een probleem. Jezus. Dus die grens is ook nogal abrupt. Hè? Ik hoop dat wij niet succesvol worden. Ik ja, Nee. Wij, dus het is... Wij hoeven daar waarschijnlijk niet voor te betalen. Nee. Maar de decoders, dus de... Oh, de kijkers. Nee, dat is dus de apparatuur die de filmpjes decodes. Oh, die dus het opnieuw... Een browser bijvoorbeeld. Ja. Oh, oké. Een videoplayer. Ja, precies. Die moeten daarvoor betalen. Dus een Firefox en een Google en... Ja. En Firefox, die weigert dat. En Opera weigert dat ook. Dus dat doen we niet. Hoewel Firefox is er nu een beetje op teruggekomen. Ja. Voor mobiel in elk geval. Dat ze hebben gezegd. Dus ja, we moeten concurreren op mobiel. Ja. En dan heb je een browser op je mobiel. De standaard browser waarop je gewoon filmpjes kan kijken. En dan installeer je de zogenaamd betere browser. En dan kan je ineens geen filmpjes meer kijken. Nee, ja, gratis wie er gebruikt wordt. Ja, ja, dat is een beetje een probleem. Ja. Dus die hebben gezegd, we gaan gebruik maken van de... hardware ondersteuning van de mobieltjes zelf. Dus okay. De decoder zit in de hardware, dus dan hoeft Firefox er niet voor. Ja, dus in de iPhone zit al QuickTime als het goed is en die regelt dat dan voor Firefox. Okay, nou ja, dat is een slimme oplossing. Ja. En dat doen ze dan ook voor de niet-mobieltjes? Gaan ze dat dan ook op die manier aanpakken? Dat weet ik niet. Ik weet niet of er decoders in OS 10 zit natuurlijk. Ja? QuickTime verweven. Dat zou kunnen, dat ze dat gaan doen. Ja. Ja, dat is op zich wel slim. Het is wel slim, maar het is wel weer voor aanbieders van film is het natuurlijk zo. Ja, nee, hoeven ze helemaal geen webm meer aan te bieden. Nee, wij doen het nu wel, als het goed is. Ja. Ja. We hebben een webm alternatief. Ja. Maar stel dat het nou wegvalt, betekent voor ons dat wij een heel stuk minder hoeven te betalen in de maand. Ja. Want andere video kunnen we dan via Vimeo spelen. Dat is prima, ja. Dat werkt als een tierenlier. Behalve de podcastkijkers, geloof ik. Die moet nog wel ergens van aanhalen. Anyway, maar goed. Het is allemaal problematiek, die licenties. Althans, het moet in elk geval geregeld worden. En sommige dingen matchen niet in één keer met het internet. Nee. En zeker niet met succes. Nee, nou ja, goed. Ja, dan worden dingen duurder. Ja, het geld moet natuurlijk inderdaad ergens vandaan komen. Maar af en toe... Ja, maar voor dit soort dingen snap ik dat nooit zo goed, hoor. Een licentie voor een idee, ik vind het zo'n onzin. Iemand heeft dus wat verzonnen, of dit is niet eens iemand. Hè. Dit zijn gewoon allemaal, dit is een verzameling van ideeën. Waarmee je met die verzameling hebben ze dan gezegd, nou dit is H264. Dat is niet eens iemand die dit verzonnen heeft. Nee. Dit zijn allemaal bedrijven. Die hebben dat samen in een potje gestopt. Ja. En die zeggen, als je dit wil gebruiken, moet je betalen. Ik vind dat zo'n onzin. Ik kan daar niet zoveel mee. Nee, want uiteindelijk maken zij niet zelf de software of wat ook. Het gaat echt om het concept. Van, weet je, als je een product hebt wat ik kan kopen, waar ik wat mee kan, oké. Maar ja. Maar zoiets abstracts als een idee, wat het mij ook onmogelijk maakt om te concurreren, ja, ik vind dat niet goed. Ach. Nee, ander ding, boeken. Ja. Vandaag heeft...